Zullen we hem even opnieuw oppakken? Oké, oppakken, even opnieuw oppakken. Kom eens een keertje ook naar Woerden. Ik ben nu al zo vaak in Indianendorp geweest. Ja, je bent inderdaad al zo Jeetje, wat was veel ontzettend vet, zeg. Houdoe, ciao. Houdoe en ciao, dat is Brabants Italiaans. Ja, duurt lang, kom, we gaan. Dat wordt koud. Brabants Italiaans. Hé jongens, we zijn op zoek naar een auto, hè? Ja. Misschien even Apeldoorn bellen. Wanneer is voor het laatst dat je hebt gezoend? Vorige week dinsdag. Oké, okay, netjes. Goed, gaan we door. Jongen. Met tong? Of toch niet? Jawel. Zullen we hem even opnieuw oppakken? Ik vond het niet zo akkoord. Oké, oppakken, even opnieuw oppakken. Jeroen wil ook gewoon niet lachen. Ja, je wil gewoon niet lachen. Martijn heeft een pukkeltje en zo, hoor. Ja, dat is echt bizar. Vanmiddag, toen ging ik dus kakken. Als je dan druk zet, deed het gewoon zeer. Kibbeling. Is die lekker, hè? Die eet je ook met kibbelings, hè? Ja. Hier. Hey, de kerstman is er ook. Zonder baard. Oh. Jeroen en ik zijn homo. What the fuck? Tok. Wil jij ook nog? Ja, dan ga je het aan mij vragen. Als ik nu nee al gezegd. Ik heb gewoon lekker ja gezegd. Je hoeft niet meer naar de foto, hè? Maar dat wil ik wel. Oh. Hoe kan je dit nou altijd het makkelijkste doen? Nou, wat mijn moeder mij heeft geleerd, is dat je dus deze gaat zo naar dat puntje. Als jij nou even... Oh, sorry. Kijk, zo. Kijk. Hou hem hier vast. Het duurt echt heel erg lang, hè, dit nou. En dan zo, door. Maar dit is toch hoe iedereen... Ja, dit is ook hoe ik het doe, hoor. Ja, dit is ook hoe ik het doe, ja. Mijn vader. Nee, ik heb ooit een keer met een hele dikke jongen gewerkt. Nou, Jesper Kleine. Nee, die niet, yes, die andere. Leon Brouwer. En die had een andere tactiek. Oh. Die kon ook gewoon Leon zeggen. Nee, maar hij is toch dik? Ja, ik kan toch gewoon zeggen dat hij dik is? Je bent echt een lul. Ja, hoezo? Mensen zijn... Je hebt dikke mensen, je hebt dunne mensen. En ik zeg toch helemaal niet dat dikke mensen minder zijn dan dunne mensen? Nee, maar dat zeg ik ook niet. Ik zeg eerder juist wat meer. Ik heb met een hele dikke jongen gewerkt. Je kunt gewoon, wat maakt dat dan uit? Waarom benoem je het dan? Nou, over het algemeen moet ik wel zeggen dat ik dikke mensen veel leuker vind. Dat is ook weer zo'n kutstereotype, Noah. Dat vind ik ook niet leuk dat je dat zegt. Hoezo? Wat is daar nou mis mee? Nou, ik vind dat gewoon niet oké. Okay. Hoezo vind je dat? Omdat hij begraad mager is. En omdat ik gewoon echt super dik ben. Nee, je zou willen dat je super dik bent, omdat je dan wel grappig bent. Dat is wat je zegt. Oh. Dus nu zeg je weer dat alleen dikke mensen dan per se grappig zijn. Oké, jongens, vind je het goed dat ik gewoon de camera gewoon neerzet en dat jullie even verder discussiëren zonder dat ik het vasthoud? Want ik, mijn arm die, ja, oké, okay, nou, ik doe me gewoon uit. Mijn ogen willen nog steeds niet open. Ik zeg, jongens, wakker worden nu. Mijn ogen blijven gewoon dicht. Ogen, kom op. Even wakker worden. Als je bek nou ook nog gewoon een keer dicht blijft. Ja, ik ga sowieso niet in een sauna. Waarom niet? Zo'n hekel aan sauna's. Ja? Ja. Doe dat dan de voor of de sauna met zwemmen? Nou, in de spa ga ik overal in, behalve op de sauna. Loop je mij te filmen, Pik? Ja, Pik. Lekker, Pik. Je bent mijn maat, toch? Je doet een noos en al. Hey, kijk! Als Jesper nou mee was geweest... Ja. Had hij er ook nog wat aan gehad? Jeetje, gaan we een keer naar een hotel met fitness en zwemmen, want is Jesper er niet? Je bent wel echt fit boy. Ik ben fucking fit boy. Next. Oh ja, daar heb je de volgende sterren. Doen we er twee?
Nee! Oh, wacht, we pakken eerst eentje. Ja, we moeten het wel een beetje spannend houden hoeveel we gaan geven. Kijk, hè? Het is niet Jeroen... zo van, oh, het is plak, 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 klaar. Kijk, Jeroen, ik ben natuurlijk een geboren entertainer. En daarom vinden we het wel belangrijk dat je even wat passie, wat energie en gevoel legt in die sterren. Ja. Weet je, zeg maar zoals je dat wel vaker doet bij in de sterretjes. Nou. Nog een keer. Kunnen jullie nu een beetje meeschreeuwen dan of zo? Ja. Sta ik hier in mijn eentje? Jannie!